89.000 Brabanders zitten werkloos op de bank. En een groot deel van deze groep bestaat uit jongeren. De Alliantie van Brabant, die afgelopen week is ondertekend in het bijzijn van Maxima met regionale bestuurders, heeft als een van de speerpunten om een eind te maken aan deze grote jeugdige werkloosheid. Het project dat hiervoor in het leven is geroepen, komt uit de koker van Ton Wildhagen. En u bent hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Welkom. Dankjewel. We gaan maar meteen naar het project. Hoe heet het en wat behelst het? Nou, we hebben een startersbeurs al gecreëerd, waardoor jongeren in Nederland intussen, want we zijn begonnen in Tilburg, werkervaring op kunnen doen. Maar we gaan een stap verder, want we willen de eerste jeugdwerkeloosheidsvrije zone worden van Europa. Ik begin er een beetje bij te lachen als ik het hoor, want het lijkt nu heel gemakkelijk, maar waarom is er dan zo'n grote groep ontstaan? Nou ja, omdat voor een deel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt niet goed is. Hè. Dus dat heeft te maken met studiekeuze en ook wel met opleidingsniveau. Maar het grote probleem is dat jongeren niet in beeld komen bij bedrijven, zich daar ook niet kunnen presenteren en daardoor ook geen kans hebben op deze moeilijke arbeidsmarkt. Hoe groot is die groep eigenlijk? Nou, Midden-Brabant heeft nu een groep van 3600 jongeren die dus letterlijk werkeloos thuis zitten. 3600 jongeren? Ja. Zeker. En in welke tijdsbestek gaan jullie ervoor zorgen dat die allemaal aan de bak zijn? Nou, wij gaan nu in 3 jaar zorgen dat jongeren of werk hebben als ze afgestudeerd zijn, of een werkervaringsplaats waar we kunnen doorbouwen op de startersbeurs die we al ontwikkeld hebben, of kunnen doorleren. Dus het zijn drie pijlers. Drie pijlers. Dus we maken een nieuw gebouw wat moet voorkomen dat jongeren de afslag maken naar die klassieke thuis zit werkloosheid. Je merkt ook dat ondernemers, dat merken met de startersbeurs nu al, dat die erg graag jongeren in een bedrijf hebben. Maar ze hebben heel weinig banen aan te bieden. Vaak moeten er zelfs mensen weg. Maar als je eenmaal de jongeren binnen hebt, dan zien die bedrijven dat ze een hele goede opleiding hebben, veel beter zijn met computer en ICT-skills, dat ze met de social media overweg kunnen. Dus dan gaan ze toch eens denken, kan ik die toch niet houden, is het toch niet mogelijk en dan ontstaat er toch een baan. Hoe gaat u deze jongeren bereiken? Het idee is ook van jongeren, ga er zelf op uittrekken. Want je kan zelf een bedrijf benaderen en zeggen van nou, werken lukt nog niet, maar ik wil heel graag werkervaring opdoen. Kan ik dat bij u? Doet u mee? Dan doet er ook de gemeente mee en dan hebben we een startersbeurs. Dus het is ook bedoeld. Ik zit een jaar op de bank. Ik heb net de universiteit afgerond, super stage gedaan en toch vind ik geen baan. Heb ik dan wel de guts om in mijn eentje erop uit te gaan? Of hoe word ik geholpen? Nou kijk, je moet ook eerst weten dat dit bestaat. Hè? Ja. Dus de meeste Brabantse gemeenten bestaat dit al. Dus je kunt zelf zeggen, nu nou, weten ze het, je weet het en je gaat kijken op startersbeurs.nu. Misschien is er al een leerwerkplek waar je denkt van dat is iets voor mij. En dan een stapje naar een bedrijf dat aansluit bij je studie. En je zegt van nou, ik heb een mooie studie, ik ben gemotiveerd, ik wil graag bij u 6 maanden leren en werken. U doet mee, u betaalt 100 euro per maand. U moet me wel begeleiden, dat is de grootste investering. En de gemeente legt er 400 euro bij. En toen ik studeerde had ik een studiebeurs. En nu heb ik een beurs om werkervaring op te doen. Zo werkt dat. Is dit iets van Brabant? Moet dit ook niet op nationaal niveau uitgewerkt worden? Nou ja, sterker nog, de Europese landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat er zo'n systeem gaat komen. Dat heet een jeugdgarantiesysteem. En wij zijn eigenlijk daar nu al op aan het vooruitlopen in Brabant. En dat noemen we dus social innovation, vernieuwen, ambitie stellen en daaraan aan werken met bedrijven. Met lokale overheden, maar ook met onderwijs- en kennisinstellingen zoals wij. Dus Brabant excelleert op dit moment aan de technische kant van de innovatie en aan de sociale innovatieve kant. Zo is het. En die zaken hebben ook nog eens een keer veel met elkaar te maken. Dus dat is een hele goede opstelling van Brabant. Hoe bent u hier opgekomen om het even af te ronden? Want het lijkt nu heel simpel. We hebben 3 pijlers. We kunnen doorstromen. Het is dus ja, of een leerplek, of een werkplek, of doorleren. Nou, ja, dat laatste is het duurst, denk ik. Ja. Zal het minst vaak voorkomen. Wat maakt dat dan zo uniek? Nou ja, kijk, we zijn begonnen met de startersbeurs, dus werkervaring als een stelsel te creëren, want dat bestond niet. Nou ja, en nu maken we dus een systeem wat eigenlijk een sluitende aanpak is, waar je niet meer uit kan vallen. Nou ja, en daar moet veel voor gebeuren, hè, want je moet vroeg beginnen, eigenlijk al op school, kijken naar de studiekeuze. Dus er is de komende 3 jaar ook veel te doen. Maar het unieke is wel dat je daarmee de jeugdwerkloosheid eigenlijk oplost. Hè. Het is een zone zonder jeugdwerkloosheid. Is het een persoonlijke afspraak in ieder geval met de gemeente Tilburg over 3 jaar werkloos, jeugdwerkloos vrij? Ja, we kunnen u daar aan houden? Over 3 jaar gaan we hierop terugkomen. Dit is een absolute garantie. Dit is een garantie. Dat wij ons aanbieden. Oké, dankjewel. Heel veel succes. Ja. Dankjewel. Dankjewel.